Een schoon en opgeruimd huis is voor iedereen belangrijk om prettig te kunnen wonen. Nu er steeds meer mensen steeds langer zelfstandig thuis wonen, zien we dat als mensen minder vitaal worden, het huishouden een van de eerste dingen is die ze minder goed zelf kunnen. De afgelopen jaren is de vraag naar hulp bij het huishouden toegenomen. Het is een steeds groter onderdeel geworden van de begroting van de gemeente. Het is steeds moeilijker geworden om mensen te vinden die het werk uitvoeren. En het werk zelf is relatief zwaar en kan op de lange termijn fysiek heel belastend zijn. Technologie kan hier een oplossing in bieden. Technologie zoals robotstofzuigers, die het fysiek zware werk van stofzuigen over kunnen nemen. De gemeente Den Haag besloot om te onderzoeken wat de rol van robotstofzuigers zou kunnen zijn in hulp bij het huishouden. Alleen ze kwamen erachter dat in Amsterdam al zo'n onderzoek liep. Uitgevoerd door de gemeente Amsterdam, door de GGD, door T-Zorg en Cordaan Thuisdiensten. In plaats van hetzelfde onderzoek nog een keer uit te voeren, besloten we het onderzoek op de voet te volgen en te kijken of we de resultaten konden gebruiken. Wat hebben we gedaan in die pilot? Nou, 20 cliënten hebben een robotstofzuiger ontvangen voor 3 maanden lang. Tijdens deze 3 maanden werd de robotstofzuiger ingezet tijdens de zorgmomenten door onze huishoudelijke hulp, maar kon de cliënt het natuurlijk ook zelf gebruiken tussen de zorgmomenten door. Aan het einde van de pilot zagen we eigenlijk 3 kansen ontstaan. We zagen dat onze cliënten zichzelf redzamer voelden, omdat ze zelf ook de stofzuiger konden gebruiken. Onze medewerkers ervaarden minder lichamelijke belasting en ze konden tijdens dat de robotstofzuiger aan het stofzuigen was, hun tijd cliëntgerichter inzetten. De pilot gaf ons dus inzicht in veel kansen, maar tegelijkertijd bracht het ook heel veel vervolgvragen met zich mee, toch? Inderdaad. Wat moeten we doen om een antwoord te vinden op die vervolgvragen? Wat moeten we doen om te achterhalen of een duurzame inzet van robotstofzuigers echt mogelijk is? Nou, dit was de aanleiding om te kiezen voor een vervolgpilot, waarbij we niet 20, maar bij 100 cliënten een robotstofzuiger gaan inzetten. Het voorstel was vooral om dit samen te doen. 2 gemeenten, Amsterdam en Den Haag, 3 aanbieders, T-Zorg, Cordaan Thuisdienst en Actiecom Thuishulp en onderzoekers van de Haagse Hogeschool. Zij ondersteunen vooral het goed begeleiden en uitvoeren van het onderzoek. In het onderzoek kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de inzet van robotstofzuigers bij cliënten thuis. Allereerst natuurlijk die van de huishoudelijke hulp. Hoe is het om met zo'n robotstofzuiger te werken? Ten tweede natuurlijk de cliënt. Hoe is het om zo'n robotstofzuiger in huis te hebben? En draagt het bijvoorbeeld bij aan een groter gevoel van zelfredzaamheid? Nou, ten derde kijk natuurlijk ook naar de techniek zelf. Hoe werkt zo'n robotstofzuiger? Zeker als we die langere tijd intensiever bij klanten thuis inzetten. Tot slot is het natuurlijk ook relevant om te kijken naar de business case. Wat zijn precies de kosten en baten? Zeker wanneer we meer stofzuigers voor een langere periode bij cliënten in gaan zetten. We zijn op zoek naar innovatieve oplossingen om ondanks de arbeidsmarktkrapte, groeiende groep cliënten en de stijgende zorgkosten onze huishoudelijke hulp toekomstbestendig te maken. Daarom staan wij er altijd voor open om samen met partners pilots uit te voeren die hier aan kunnen bijdragen. We ervaren nu al de waarde van de samenwerking tussen zorgaanbieders en gemeenten. We denken dat het zeker in de toekomst echt hele mooie kansen gaat bieden.